Weet je wat de taak is van vrouwen? Mannen belonen met applaus. Het zijn niet mijn woorden, wel die van deze man. De grondlegger van de moderne Olympische Spelen. Nadat de Grieken zich eeuwenlang in het zweet werkten, duurde het uiteindelijk 1500 jaar voordat hij bedacht om de oude Griekse Spelen in een nieuw jasje te gieten. Maar wel eentje dat alleen mannen past. Want vrouwen en sporten, dat was onpraktisch, oninteressant, onethisch en onfatsoenlijk. Fast forward naar 2024. Nog nooit deden er zoveel vrouwen mee aan de Olympische Spelen. Deze video gaat over de hordes die vrouwen moesten nemen. Bij de eerste Spelen in 1896 was er nog geen vrouw te bekennen. 4 jaar later komt er al verandering in. Oké, klaar. Nou, vrouwen mochten nog maar op een paar onderdelen uitkomen. Tennis, paardensport, golf, croquet en zeilen. Dat zijn namelijk disciplines die passen bij het uiterlijk en de kwetsbaarheid van vrouwen. Uitgeput raken of zweten, doe maar niet. In de jaren daarna blijft de gedachte bestaan, al dat gesport is maar gevaarlijk voor vrouwen. Vooral voor hun gevoelige geslachtsorgaan. Kennis over het vrouwelijk lichaam, dat was er nog maar amper. Onder meer daarom duurt het nog bijna 30 jaar, als de Spelen in 1928 in ons eigen Amsterdam zijn, totdat vrouwen voor het eerst aan de start van de sport der sporten verschijnen. Atletiek. Hebben sommige sportjournalisten totaal geen vertrouwen in. Zo schrijft er eentje. Een vrouw op de Spelen is een slak die een zoutketen binnenkruipt. Zij vindt er, als vrouw, haar ondergang. Gelijk de slak smelten haar vormen weg. En zet de video even stil als je nog wat artikelen wil lezen. Bijvoorbeeld waarin dokters zeggen dat door 800 meter rennen de organen van vrouwen van hun plek komen. De Telegraaf schreef na die 800 meter race dat bijna iedereen na de finish duizelde, voor zover niet volkomen buiten kennis, zwaaiend en tollend van uitputting over de eindstreep. Het Internationaal Olympisch Comité vindt de race veel te zwaar en dus is alles boven de 200 meter voor vrouwen daarna verboden. 30 jaar lang, bij langere afstanden, geen vrouwen aan de start. Even kijken hoe die 800 meter race eruit zag. Op basis hiervan zijn vrouwen dus al die jaren uitgesloten. De eerste marathon duurt zelfs nog tot 1984. En zo moeten vrouwen voor ongeveer elke sport hordes nemen. De eerste boksende vrouw was pas in 2012. Benieuwd naar meer? Mijn collega's maakten een heel vette special met nog een veel uitgebreidere geschiedenis. Check die vooral. Bijna 130 jaar na de eerste Spelen is het bijna gelijk spel. 49% van alle Olympische sporters is nu vrouw. Team NL stuurt zelfs iets meer vrouwen dan mannen. En dat komt echt niet alleen door al dat feminisme. Hier zie je de Nederlandse medaillespiegel. Dit is hoeveel de mannen in totaal binnenslepen. En dit de vrouwen. Vanaf 1996 zie je echt een omslagpunt. Ook als je alleen naar de gouden plakken kijkt. Je ziet dus, de Nederlandse vrouwen zijn gewoon succesvoller. Sinds 2009 wil het Nederlands Olympisch Comité, NOC-NSF, bij de absolute wereldtop horen. En dus selecteren ze de meest kansrijke sporters. En steken ze daar veel geld in. En dat levert gegarandeerd veel Olympische medailles op. En ja, op dit moment zijn dat dus vooral vrouwen. Dat wil niet zeggen dat onze mannen niet ook belangrijk zijn. Het zijn er alleen minder. Goed, echt 50-50 is het in Parijs dus niet overal. En zelfs als het wel zo is, zie je nog steeds verschillen. Ik leg je er 3 uit. In de sport zelf, bij geslachtstesten en de kleding. In de sport. Bij boksen bijvoorbeeld. Mogen vrouwen prima in Parijs komen doen. Maar alleen als ze niet meer dan 75 kilo wegen. Turnen dan. Vrouwen mogen daar al ruim 70 jaar aan meedoen, maar nog altijd ziet het er anders uit. Want het IOC dacht bij het toelaten van vrouwen, de sport moet voor hen zacht en vrouwelijk zijn en niet te gespierd.
Weet je nog, die eerste sporten waar vrouwen aan meededen, ook daar moesten ze vooral elegant bewegen. Bij mannen draait het sinds ongeveer altijd om het tegenovergestelde, kracht. En daar zie je nog steeds flarden van terug. Mannen zie je in Parijs niet meedoen aan ritmische gymnastiek. En de onderdelen waar je echt spieren voor moet hebben, geen vrouwen. Ook al zijn ze ijzersterk. Geen vrouwen in de ringen, op de rekstok en op het paard. Mag niet. Tweede verschil, geslachtstesten. Want vrouwen die te sterk of te mannelijk zijn, daar wordt in de geschiedenis vaker een stokje voor gestoken. Ken je deze atleet? 2 keer Olympisch goud, 3 keer WK goud. Maar geen Caster Semenya in Parijs. Om deze reden. Atletiekbond World Athletics sluit haar al jaren uit. Omdat ze niet ingedaalde testikels heeft en te veel testosteron aanmaakt. Dat is een spierversterkend hormoon en dat maakt haar intersexe. Personen geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. En het zou haar een oneerlijk voordeel geven ten opzichte van andere vrouwen. Een toptijd. The regulations that we are introducing are there to protect the sanctity of fair and open competition. Het is wetenschappelijk nooit goed onderzocht of alleen testosteron voor betere prestaties zorgt. En wat de Wereld Atletiekbond doet is discriminatie, zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Caster Semenya has won her appeal. Semenya zou wel mogen meedoen, maar alleen als ze testosteronverlagende medicatie slikt. En als ze haar niet ingedaalde testikels, die dat hormoon produceren, verwijdert. Wil ze niet. She's being punished for being too fast and not conforming to Western standards of what a female athlete should look like. De definitieve uitspraak moet nog komen. Maar tot die tijd geen intersexe atleten als Semenya. Semenya is niet de eerste die wordt geschorst. Het IOC dwingt verdacht sterke vrouwen door de jaren heen tot geslachtskeuringen. Daar moest bijvoorbeeld de Nederlandse Foekje Dillema aan geloven. Die was in de jaren 50 verdacht vanwege haar mannelijke uiterlijk. Ze weigert een test. Met als gevolg levenslange schorsing. Bye bye loopcarrière. Toen ze stierf bleek dat zij, net als Semenya, intersexe was. Wat dit alles met ongelijkheid te maken heeft? Mannen met extreem hoge testosteronlevels hoeven geen testen te doen. En dat is meten met twee maten, zeggen critici. Dan de laatste. Kleding. Misschien ken je deze video van een paar jaar geleden nog wel. Toen zochten we uit hoe bloot mannen en vrouwen sporten. We bekeken duizenden foto's van de Olympische Spelen in Tokio. Nou, het zal je niet verbazen. Vrouwen sporten over het algemeen in minder kleding dan mannen. Benieuwd hoe de pakjes van bijvoorbeeld deze duo's er dit jaar uitzien? Zou het hetzelfde zijn? Vrouwen krijgen ook meer kritiek op hun kleding. De Franse tennister Alizée Cornet deed bij de US Open van 2018 haar shirt even uit, omdat ze het verkeerd om aan had. Mocht niet. Mannen daarentegen. Goed, een record aantal vrouwen op deze Spelen. Maar nog steeds niet 50-50, terwijl dat wel het doel was. Er blijven hordes te nemen. Wat vind jij hier allemaal van? Laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken en houdoe.